Toen ik 16 jaar was, toen had ik het gesprek met mijn moeder. Mijn moeder vertelde mij: Lieve Soendos, je moet begrijpen dat niet iedereen op jou zit te wachten. Niet iedereen gaat met open armen jou willen ontvangen in het leven. Er zijn heel veel mensen die actief bezig zullen zijn om jou tegen te houden. Ik vond mijn moeder op dat moment een dream crusher. Ze was mijn dromen kapot aan het maken en zij was niet de enige. Ook mijn leraren deden dat. Ik had heel veel leraren die zeiden dat ik dingen niet kon bereiken, dat het me niet zou lukken. En ik was 16 jaar. Wanneer je 16 bent, wil je horen van iedereen. Alles kan, alles is mogelijk. Je kan doen wat je wil. Ik had met mijn moeder toen ik 16 was het gesprek. En een paar jaar later kwam ik er helaas achter dat mijn moeder gelijk had. Niet iedereen zat op mij te wachten. Niet iedereen zit op mij te wachten. Er is heel veel ruis om mij heen. Voordat mensen naar mijn kwaliteit kijken. Mijn kwaliteit wordt bij voorbaat in twijfel getrokken. Voordat ik iets, überhaupt iets heb gedaan. Het begon eigenlijk met mijn leraren. Ik had hele goede leraren, maar ik had ook een paar echt super slechte leraren. Die, ja, die echt tegen me zeiden van ja, je bent te etnisch, meertalig opgevoed. Dat hoorde ik ook toen ik ging acteren. Ik was um, 15 toen ik jongerentheater theater deed. En uh, daarna wilde ik uh, ja, echt bij castingbureaus inschrijven. En castingbureaus zeiden tegen me, ja, je bent echt veel te Marokkaans, veel te etnisch. Ik hoor al vanaf mijn 15 dat ik te oud ben. <laughs> dat is ook... En te lang, dat heb ik ook nog gehoord. Ik heb echt alles gehoord. Uh, zelfs mijn lengte was een probleem. Uh, maar vooral de etniciteit, het Marokkaanse zijn. En uh, ik ben nog bij een groot castingbureau, zeiden ze tegen mij dat. Uh, dat ik mijn naam moest veranderen. Want mijn naam was, uh, ja, Suno Salamari is geen artiestennaam, vonden zij. Was ik het natuurlijk niet mee eens. Ja, iets uh, Europees, iets kort, sketchy, Katja, Tanja. Kijk namen, zie ik eruit als Katja of een Tanja? Nee. En Suno Salamari is al een artiestennaam. En, um, nee, dat, dat gaan mensen nooit kunnen uitspreken. Nou, ik kan jullie vertellen, zelfs mijn haatmail is perfect gespeeld. Suno Salamari. Maar oké. Okay. Uh, en dat is eigenlijk altijd doorgegaan. Daarom ben ik ook stand-up comedy gaan doen. Want ik dacht, weet je wat, dat is een eerlijk vak. En uh, er wordt alleen maar gekeken naar je talent. En niet naar je uiterlijk, hoe je eruit ziet, waar je wel of niet vandaan komt. Of je ouders in dit geval. Uh, want ik kom gewoon uit Amsterdam-Oost. En daarom ben ik stand-up comedy gaan doen. Uh, want het enige wat belangrijk is op het podium, is ben je grappig ja of nee. Er is letterlijk geen afleiding, letterlijk geen ruis. Is zij grappig, ja of nee? Maar ja, dat is ook een beetje een naïeve gedachte. Want eh, als je in het theater wil staan, moet ze je, je natuurlijk boeken. En dat is natuurlijk ook allemaal Ruis. Nee, we willen Soenos niet, want we hebben wel drie vrouwen die zingen. En vier allochtonen, dus we kunnen je niet boeken. En toen dacht ik: Weet je wat? Ik ga iets doen wat tegenwoordig iedereen kan doen. Namelijk bekend worden. Hè? Tegenwoordig is geen talent hebben het nieuwe talent. Nou, laat staan als je wel talent hebt, dan worden we maar even lekker beroemd. En dan ja, kunnen mensen niet meer om me heen. En op die manier ben ik gewoon de laatste jaren geboekt. Ze konden niet om me heen. En uh, ja, die ruis dat blijft. Je zou denken dat is op een gegeven moment wel weg. Dat verdwijnt vanzelf. Nee. nee ik ben inmiddels 39 en het is, het is hem nog steeds. Alleen ik weet heel goed hoe ik ermee om moet gaan. En ik accepteer de ruis niet meer. Waardoor ik mezelf heel veel vrijheid geef en gun. Vrijheid is voor mij iets wat niet vanzelfsprekend is. Vrijheid is voor mij iets wat je moet pakken. Uh, vrijheid is je plek ownen in de maatschappij. Whether people like it or not. Vrijheid is gek doen, grappig zijn, jezelf zijn. En jezelf zijn klinkt iets, als iets heel uh, makkelijks, hè? want wie moet je anders zijn? Maar jezelf zijn is het moeilijkste op aarde. Omdat mensen om je heen daar niet altijd op zitten te wachten. Maar het is toch mooi als dat lukt. Als je jezelf kan zijn. Oh, dat geeft zoveel vrijheid. Je kan ademhalen. En ik weet nog, het moment dat ik mij besefte. Wacht even, ik moet die vrijheid pakken. Was toen ik 18 was en een heel zwaar ongeluk heb gehad. Er was een waterscooter die kwam keihard tegen me aan. En ik hoorde van de artsen dat ik heel veel geluk heb gehad. Dus ik zeg ook altijd: ik heb geen ongeluk gehad, maar heel veel geluk. En toen ik 18 was, besefte ik mij, al heel jong, een heel jonge dame was ik, besefte ik mij: ik ga mijn leven leiden precies hoe ik het wil leiden. En het maakt me niet uit hoeveel ruis er om mij heen is, hoeveel mensen mij niet willen, hoeveel mensen mij wel of niet gaan tegenwerken. Ik ben hier, ik blijf hier en ik ga nergens naartoe. Alleen maar die kant op. En dan kan ik altijd het glazen plafond kapotmaken met mijn middelvinger. <laughs> ik was 20 jaar en toen ben ik uh, eigenlijk gestopt met mijn studie. Ik deed theaterwetenschappen, want dat doe je als je in paniek bent en je weet niet wat je met je leven moet. <laughs> dan studeer je theaterwetenschappen. Ik was er heel goed in, maar ik, ja, ik was niet gelukkig. En dat zag mijn moeder ook aan me en die zei ook tegen me: Weet je wat, zoendos? Weet je wat jij moet doen? Uh, stop gewoon met je studie. Ik vond het heel bijzonder dat ze dat tegen me zei. Want uh, mijn moeder is hoog opgeleid en die vindt studeren heel erg belangrijk. Ze zei: Wat wil je eigenlijk doen met je leven? Ik zei: maar Ik wil gewoon comedian worden. Dat is wat ik wil. Zei ze zei: Nou, weet je wat? Dan probeer je het een jaar. Want je moet wel echt een goede kans geven. Een vol jaar geef je het. En dan ga je conclusie trekken of je het blijft doen, ja of nee. En dat jaar, lieve mensen, is 19 jaar geworden. Ik ben het 19 jaar nog steeds aan het proberen. En ik heb 4,5 jaar bij het Comedy Café uh, gespeeld. Meisje van 20, was ik daar met alleen maar mannen. Ik was echt de enige vrouw. Vrij pittig kan ik je vertellen, pittige jaren. En op een gegeven moment, uh, uh, Micha Wertheim, die had mij eens een keer zien optreden. Op een zondagmiddag voor FFV Jong. Er was iets misgegaan in de mailing, waardoor er weinig mensen waren in de Melkweg, de kleine zaal. En ik moest optreden. En Micha Wertheim die ging een column doen ter plekke... En uh, hij dacht: Oh, een of andere uh, jonge dame die gaat op een zondagmiddag hier optreden. Ik ben benieuwd. En er was ook een man die zat in het publiek en die negeerde mij de hele tijd. Terwijl, ja, er waren al weinig mensen. Dus het is nog zwaarder als iemand je ja, ook daadwerkelijk, nege daadwerkelijk negeert. Dus ik ging de hele tijd met die man praten, tegen zijn zin in. En dat werd best wel een grappig dingetje. Nou ja, lang verhaal kort. Micha die zei tegen mij: Ik vind jou echt leuk. Kom je auditie doen? Bij de Comedy Train. En ik kende de hele heel Comedy Train kende ik niet. En Comedy Train is een heel groot gezelschap. Het is een eer als je wordt gevraagd. Want je moet gevraagd worden om auditie te doen. Je kan jezelf niet aanmelden. En dan word je aangenomen ja of nee. Nou, drie jaar lang heeft Micha. Want ik ben heel loyaal, want ik wilde niet weg bij het Comedy Café. Althans niet zomaar weggaan. Omdat ik, ja, loyaal ben. En eh, drie jaar lang heeft hij mij één keer in het jaar een mailtje gestuurd van: hé, hey, Soendas, we hebben binnenkort weer. Eh, uh, audities, kom je auditeren? Toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens een keer naar uh, Toemler. Dat kende ik toen ook niet. De comedyclub van uh, uh, Comedy Train. Ik ga er eens een keer kijken. Nou, ik ging daar naar binnen. Ik weet nog, Najib Amhali was een open podium. Najib Amhali was de MC. Het is een kleine comedykelder, wat je in Amerika en in Engeland ook hebt. Echte comedykelder. Rode lampjes. Een sfeer, niet normaal tof. Volle, volle zaal. En ik... Ik zat daar in mijn eentje te kijken en te genieten met mijn kopje thee. En toen ik klaar was, liep ik naar buiten. En toen was ik verliefd geworden. Gewoon letterlijk vlinders in mijn buik. Verliefd op een locatie, op een sfeer, op een, op een club. En toen ben ik uh, naar uh, het comedycafé gegaan. Dan heb ik tegen de baas gezegd, de eigenaar: Victor, dank je wel voor al deze jaren. Maar uh, ik was daar al het laatste jaar al niet meer op mijn plek. En uh, ik ga afscheid nemen. Ben je aangenomen bij Comedy? Ik zei: Nee, ik moet nog auditie doen. Hij zei: Maar wat nou als je niet wordt aangenomen? Ik zei: Ik weet niet, man, er is geen plan B. Want plan A moet lukken. Dat is hoe ik altijd mijn hele leven lang heb geleefd. Er is geen plan B. Ja, dan word ik cachère. 1995, alsjeblieft. Ik red me wel. Het komt wel goed. En uh, nou, ik heb auditie gedaan. Het was echt hartstikke slecht. <laughs> ik kwam het podium op. Ik zag die comedians naar me kijken, die je moeten beoordelen, het publiek. Het was zo slecht en dat heb ik op een gegeven moment ook benoemd. Ik zei tegen het publiek, dit is echt slecht hè. Zeiden dus, ze, ja ik zei weet ik, want ik ben hier ook. Ik ben hier gewoon bij. En toen ging ik dat gewoon benoemen. En stond ik in mijn kracht en het ging heel goed. En ben ik aangenomen. En nu ben ik 14 jaar comedy trainer en daar ben ik heel trots op. En dat is wel heel mooi. Wat ik altijd heb gedaan, is altijd volhouden. Uh, want ja, bij de comedy train zitten ook alleen maar kerels. En eh, andere, die mannen hebben ook een andere referentiekader. Er is niemand die op mij lijkt, aan wie ik me kan spiegelen. Dus je moet het allemaal ook zelf weer uitvinden. Maar als het je lukt, is dat wel het mooiste ooit. En daarom denk ik dat ik cabaret ook pracht, zo'n prachtig vak vind. Het is verschrikkelijk zwaar werk om een show te maken. Dat hebben alle cabaretiers. Maar als het eenmaal lukt en je staat daar op het podium en het publiek. Voelt alles wat je zegt, voelen ze aan? Wauw. Ik, ik heb nooit heroïne geprobeerd, maar volgens mij is dat hetzelfde. als wanneer je heroïne gebruikt. Het is heerlijk en, en verslavend. Ik heb uh, heel vaak dat uh, jonge comedians naar me toe komen: uh, in onze comedyclub, bij, hè, tijdens open podia. En die stellen heel vaak dezelfde vraag. Namelijk, je hebt mij net zien optreden, Soendos. Denk jij dat ik een goede comedian kan worden? Denk jij dat ik iets kan bereiken? En ik zeg dan altijd: Ja, maar dat antwoord kan alleen jij geven. En niemand op deze aardbol kan tegen jou zeggen: Dit gaat jou wel of niet lukken. Alleen jij kan dat zeggen. En dat heb ik ook echt geleerd hoor. Ik heb ook vroeger wel eens gezegd: oh, Dat wordt helemaal niks met die of eh, dat wordt niks. Nou, en daar ben ik op teruggekomen. En mensen hebben dat ook over mij gezegd. Dus ben jij een jonge dame, een jonge heer, en je denkt van, oeh, wat kan ik nou leren van dit hele verhaal van die lange? Niemand op aarde bepaalt of je ergens wel of niet mag zijn, of je iets wel of niet kan halen. Alleen jij bepaalt dat. En als jij erin gelooft, dan gebeurt het ook. Heel simpel. Je moet natuurlijk ook discipline hebben en uh, niet bij alle elke keer als iets mislukt gaan lopen janken. En jij gewoon vallen en opstaan, vallen en opstaan. En op een gegeven moment ben je aan het staan, aan het rennen. Aan het rennen en aan het vliegen. Vrijheid is niet iets wat je krijgt. Vrijheid moet je creëren. Je moet ruimte innemen en scheid hebben.